Het woord van 2017 was toch wel fipronil. Het gif waardoor het ganse land geen ei meer at. Henny de Haan, voorvrouw van de vakbond voor pluimveehouders, heeft zich onvermoeibaar ingezet voor alle boeren. Ja, wat wil je ook met zo'n toepasselijke naam? We gaan het hebben over de vogelgriep. Ook Overijssel is nu in de greep van de vogelgriep. Het is een hoogpathogeen virus. Dat wil zeggen dat het voor kippen een heel besmettelijk virus is. En over diezelfde voedselveiligheid gaan we ook praten met Henny de Haan. Gelukkig voor de consument is het, en ook voor de hele sector, is het rustig. Het lijkt een beetje voor de mensen voor de bühne alsof het vergeven en vergeten is. Nou, voor een hele hoop mensen wel, maar voor de gedupeerden niet. Henny de Haan, wat fijn dat je er bent, als ik je mag zeggen. Ja, graag. Superleuk om hier te mogen zijn. Dus dank daarvoor. Hartstikke mooi. Ja, laten we maar meteen met het flauwe deel beginnen. Henny de Haan, er is al zoveel over gezegd. Ik zei het in de introductie ook. Is het lastig, die naam hebben, met jouw vak? Nee hoor, ik ben er zelf helemaal niet mee bezig. Ik ben 48 jaar geleden geboren. Mijn ouders hebben me die naam gegeven. En ik moet zeggen, de eerste, ik denk 18, 20 jaar was het helemaal geen dingetje. Nee. Dus het was eigenlijk verrassend. En nu elke keer krijgt het een nieuwe dimensie. Nee, ik vind het wel prima. Het was ook niet dat jouw ouders daar ooit een link later... Nee, helemaal niet. Nee, want het is heel simpel. Ik heb een oma en die heette zo. En ja, ik was de vierde in lijn. En ja, de andere namen waren al vergeven. Dus het was ook eigenlijk geen optie. Ik las ook ergens dat jouw ouders later pas inderdaad dachten van... toen je die functie eenmaal had, van dat is wel... Ja, maar mijn vader had eigenlijk zoiets, al die opheffen. Vond het mijn koude drukte. Hij begreep dat allemaal niet zo. Zo van, ja, en dat, zelf vind je het ook niet lastig? Nee, weet je, ik vond het eigenlijk zelfs wel eens vermakelijk... dat als het zo treurig was... Ja. Dat je dan toch alweer voor een vrolijke noot kunt zorgen... door iets heel simpels als je naam. Dus nee joh, ik vind dat geen probleem. Dus het gaf wat humor en wat lichtheid misschien in een toch wel ongelooflijk crisisjaar? Ja, dat was absurd. Dat is, dit gaan we ooit nog eens heel nadrukkelijk evalueren. Want hier moet veel van geleerd worden. Maar het is bizar geweest wat voor achtbaan het was. Is 2017 voor jou echt een crisisjaar geweest? Misschien wel het meest heftige jaar werktechnisch gezien? Ik ben 3 jaar geleden begonnen met dit werk. En toen, 5 dagen na mijn benoeming, brak er vogelgriep uit. Dus dit is inmiddels mijn... Nou ja, vrijdag was er dan weer vogelgriep. Maar op zich 3 crisissen in 3 jaar. En 2 in 1 jaar. Want we begonnen natuurlijk met vogelgriep die nog... voortduurde dit jaar. Ja. En dan in juli iets wat gewoon zo boven alle proporties was van wat we ooit hebben meegemaakt. Ja, dat is wel een crisisjaar. Ja. Laten we even teruggaan naar de zomer inderdaad. Want toen kwam het woord fipronil ineens voor op alle voorpagina's te staan. Tot die tijd wist eigenlijk niemand wat het was. Wist jij dat? Nee, ik ook niet. Ik werd gebeld door de NVWA en ik ben daarna maar eens gaan googlen. Ze vertelde alleen, er zit een stof in eieren die er niet in hoort te zitten. Ja. Dus je onthoudt dat woord, gaat vervolgens kijken. En ik heb ze nog een compliment gemaakt dat het goed was om vast te stellen dat iets wat er niet in hoort, om dat dan te achterhalen. En op dat moment, het was 22 juli, aanvankelijk ging het om 7 bedrijven en werd er van 4 bedrijven gerecalled. Stil werd dat moesten alle eieren. Niemand in Nederland had dat verder door, maar die moesten wel uit de schappen van de supermarkt. Ja. En toen dachten we nog dat het daar min of meer bij zou blijven. Maar op 24 juli hadden we het eerste incident overleg. Dan denk je nog, ach, het zal wel meevallen. Mee. Ja. Maar ja, 2, 3 dagen later had het al proporties. Was het een genadeklap dat er op een gegeven moment in Nieuwsuur werd gesproken? Want dat was op het moment dat heel Nederland geen ei meer had. Dat er werd gezegd van, u moet geen eieren meer eten, ik zou het even niet doen. Nee, dat was echt, toen waren zeg maar alle remmen er vanaf. Dat was... in Nederland gaf dat natuurlijk een ontzettende impact. Maar dat had ook gigantische gevolgen in Duitsland. Want Duitsers zijn mensen die heel erg opkijken tegen autoriteiten. Dus als het plaatsvervangend hoofd van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat je beter tot zondag geen eieren kan eten. Ja, toen hadden die Duitsers iets van, wat doen die Nederlandse eieren hier in de supermarkten? Mm-hmm. De Nederlanders wordt eigenlijk opgeroepen ze niet te eten. Ja. En wat moeten wij dan met die dingen? Ja. Een genadeklap. Een genadeklap ook voor de hele sector, voor jouw achterban. Ja. Wat zijn de verhalen geweest daarna die je allemaal bent tegengekomen sinds de zomer? Ja, dramatisch. Weet je, want het waren 292 gezinsbedrijven, vaak met 2 generaties op een bedrijf. Hè. Ja. De ouderen die het al aan het overdragen zijn, of zelfs al overgedragen hebben, maar nog meewerken, die we mee geïnvesteerd hebben. En achter elk
Ja, eigenlijk elk bedrijfsnummer gaat om een persoonlijk verhaal schuil. Ja. En de een waar het ook echt een gigantische impact op de gezondheid heeft. Maar het heeft overal 1, 2, 3, 4, 5, soms wel 600.000 euro per bedrijf. Heeft dit nu al als schade opgeleverd. Ja, dat is buiten alle proporties. Allemaal schades die niet meer in te halen zijn. Maar het menselijk leed wat daarachter zit. Hoe ging jij daarmee om? Want je kwam bij die mensen thuis, aan de keukentafel. Ja, ook. Alhoewel ik daar natuurlijk in het heetst van top van de crisis heb je daar eigenlijk geen tijd voor. Je staat wel mensen te woord. Ja. Maar je gaat er heel snel naar de technische kant. Wat kan ik voor je doen? Mm-hmm. En niet dat je die verhalen niet wilt horen. Maar ik zit op de plekken waar je wat in beweging kan zetten. En dus hebben we vooral ons steeds gefocust op knelpunten. En dat is ook dankbaar om te kunnen doen. Want als er dan wel weer stallen die waar helemaal geen fipronil in terecht was gekomen, die nog geblokkeerd waren, toch vrijkomen. Want vergis niet, 80% van de Nederlandse eieren was niks mee aan de hand. Ja. En dus ook 80% van de sector had eigenlijk geen probleem. Nee, er zaten ook heel veel bedrijven op slot waarvan een stal besmet was, maar een andere stal niet. Klopt. Maar dan zat het hele bedrijf op slot. Precies. Dus dat was echt onze focus, om zo snel mogelijk dat wat niet geblokkeerd hoefde te zijn, omdat er ook helemaal niks aan de hand was, dat die zo snel mogelijk wel weer konden draaien. Ja. En daar moet ik zeggen, daar is toch het voornaamste. En dat is ook wat je dan kan doen. En daar hebben mensen meer aan dan dat je mee gaat zitten huilen. Ja. En ik heb me echt verbaasd over de veerkracht hoor van deze gezinnen. Mensen die de kop ervoor gooien, zeg maar. En aanvaarden dat het een drama is. Maar alles op alles zetten om met hun bedrijven, met hun gezinnen bovenop te komen. Ja, schouders eronder. Absoluut. Stoere mentaliteit. Toch las je heel veel verhalen over mensen die in het ziekenhuis kwamen. Ja. Mensen die soms medicatie nodig hadden om de dag door te komen. Mensen met slaapproblemen door alle schulden. Ja. Wat deed dat met jou en hoe ging je daarmee om met al die... Ja, weet je, mij drijft dat nog meer om te doen wat ik aan het doen ben. Ik zit op een plek, en dat besefte ik me ook niet altijd, maar waar je eigenlijk ook een beetje een bevoorrecht mens bent, omdat je wel aan die onderhandelingstafel zit, waar je wel het contact met de media hebt, waar je meer informatie hebt dan de boeren vaak. Dus ik heb dat als verantwoordelijk gevoeld om te zorgen dat de informatie heen en terug ging. En dat wat je kon doen, dat in ieder geval al die knelpunten bekend waren. En dat mensen het zo persoonlijk aangrijpt, dat drijft mij alleen maar meer om misschien nog wel harder te gaan werken. Dus, En ging je dan af en toe even om je zinnen te verzetten met op de kop in de tuin? Of ging je zeilen of ging je hardlopen? Wat ging je doen? Van zeilen, dat kwam er niet echt van. Dat hebben we uiteindelijk een keer anderhalve dag geprobeerd. Toen zei ik tegen mijn lieve wederhelft, zet me alsjeblieft ergens weer aan wal, want dit gaat niet. Ik heb continu telefoon en het voelde ook gewoon niet goed. Ik denk, sterker nog, het was midden in de zomer. Jij zou op vakantie. Ja. Maar jullie hebben de hele vakantie gecanceld, geloof ik. Ja, nou, hij is wel min of meer gegaan. Dat wat we geboekt hadden, heeft hij met de kinderen wel gedaan. Ik ben thuis gebleven. Ja, dat was ook geen twijfel mogelijk hoor voor mij. Dus de hele mediawereld roemde jou ook op datzelfde moment. Iedereen zei, blijft altijd vriendelijk. Is van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat benaderbaar. Ook natuurlijk een onderdeel van je werk. Maar hoe hield je dat vol, die dagen? Ja, ik denk adrenaline. En ik had wel het geluk dat ik goed bleef slapen. Want je zegt hardlopen, dat heb ik zeker in de eerste week nog wel gedaan. Op een gegeven moment was het inderdaad 6 uur. Dan had je het eerste radio-interview. En die tweede week was heel gek. Met een keer Nieuwsuur, 2 keer bij Jinek gezeten. Dan ben je om 1:30 s'nachts een keer terug in Twente, dan sta ik ook niet fluitend om 7 uur mijn gimpen met elkaar te rapen. Nee. En dan, toen schoot dat er een beetje bij in. En dan af en toe wel eens iets anders doen. Maar ik haal toch ook veel energie uit focussen en doen wat je kan doen. En ook steeds weer oplossingen proberen te verzinnen voor dingen die vlot getrokken moeten worden. En wat waren dan de reacties van de kippenboeren zelf, van de sector zelf? Ja, hartverwarmend. En ik vond het helemaal niet, want ik doe gewoon mijn werk. Maar ik vond 24 augustus was voor mij in die zin een hele aparte dag. We hadden boeren opgeroepen om naar Den Haag te komen. Toen was er een debat. Mm-hmm. Kamerleden kwamen eerder terug van vakantie om een debat te voeren over de fipronilcrisis. En er was in 13 jaar tijd, waren er nog nooit zoveel mensen op de publieke tribune geweest als die dag. Ja. Nou, zeker voor kippenboeren is dat heel wat, want die zijn het liefst gewoon op hun bedrijven tussen de dieren. En er waren er zoveel die naar mij toestapten en mij bedankten voor wat ik deed. En dat had wel een impact op mij, want ik heb gewoon zoiets van ik doe mijn werk. En de situatie is nou eenmaal heel bizar, maar dat mensen dan over hun eigen ellende heen
stijgen bijna nodig vinden om jou daar een compliment voor te geven. Ja, dat geeft dat mij dan nog weer een extra boost, ja. Hoor. Ja, ja. Ja, bijzonder, ja. Om dat mee te mogen, ja, maken. Ja, dat is... In die zin natuurlijk een heel bewogen jaar voor al die mensen, maar, ja, ook voor jou als persoon. Hoe komt eigenlijk een vrouw uit Albergen, geboren, of je ouders hebben geloof ik een melkveebedrijf in Friesland. Ja. Hoe, gestudeerd aan de Hogere Hotelschool, vervolgens in Nijmegen. Hoe komt hij terecht? Ja, het bij kan de verkeren, zeggen ze, ja, wel eens. Hè? Ja. Nou, ik ben een boerendochter en daar heb ik me nooit voor geschaamd. En ik vind hoeft het ook niet, toch? Nee, dat hoeft ook zeker niet. Sterker nog, ik wil elk boerenkind oproepen om te beseffen dat je bijna een uitstervend ras bent. En ik denk ook dat is wat mij drijft. Dat ik het jammer vind dat boeren zich amper meer trots durven te voelen op het zijn van boer, maar dus ook voedselproducent. En daar waar we als Nederland altijd heel erg goed in zijn geweest, hè, tweede voedselexporteur ter wereld. Ja, dat zo onder een vergrootglas en ook vaak onder een negatief vergrootglas ligt. Ja. En daar sprak ik mij wel eens over uit. En dat maakte dat mijn voorganger Gert-Jan Oplaat, toen die wat anders ging doen, maar eigenlijk benaderde van, joh, ja, heb je tijd? Ja. Hij dacht ook 1,5-2 dagen in de week. Nou ja, met 3 crises in 3 jaar red je het niet in 1,5-2 dagen in de week. En dat is ook niet erg, weet je. Daar heb ik het wel naar kunnen maken. Maar zo is het eigenlijk gekomen, via. En, ja. Maar was het dus meteen iets waarvan je zei, dat wil ik doen? Of nee, ik me bij... nee, want ik heb hem 3-4 argumenten gegeven waarom het een waardeloos idee was. Want ik zeg, ik kan amper een leghen van een vleeskuik onderscheiden. En joh, ja, mij moet je niet nemen. Maar eigenlijk die argumenten draaide hij en ook de bestuursleden om waarom ze dachten dat ik juist een bruggenbouwer zou kunnen zijn. En ook dingen misschien op een manier kan uitleggen die niet technisch worden, ook richting consument, media, het grote publiek en de media. Ja. En misschien heeft hij daar wel een hele goede vooruitziende blik in deze periode gehad. Ja. Maar heel iets anders dan de Radboud Universiteit, ja, en de Hogere Hotelschool. Ja, en toch is het praktisch. Nou ja, Hogere Hotelschool krijg je ook voedingsleer en dat soort dingen. Dus ik weet wel iets van hygiënisch produceren, ja, en ja, alle dingen, hoe het in een voedselketen eraan toe gaat. Dus dat voordeel heb ik wel. En ik ben bedrijfskundige en dat helpt ook wel om af en toe, ik noem het maar, een helikopterview weer even te hebben. En te kijken, hoe lopen hier de hazen nu? En waar kun je dan nog iets doen om de loop van die hazen weer iets te veranderen? En dat vind ik wel leuk. Echt een beetje tompoes verzinnen, listen, ja. Denken, dat past mij wel. Maar dat had ik op voorhand niet ingeschat, dat zo zou uitpakken. Dus. En zit dat er ook met de paplepel ingegoten? Is dat vanuit huis meegegeven? Nee, dat niet. Nee. Hoe is dat dan in jouw systeem geraakt? Who knows? Ik weet het niet. Ja, ik denk doordat ik nooit dingen echt uit de weg ga. Als dingen op je pad komen, dan, ik zeg misschien wel te vaak ja. Dat maakt ook wel dat ik wel heel vaak lange dagen maak. En soms ook wel de balans tussen werk en privé wat scheef heb. Maar ik vind het mooi als je een kans krijgt. Want dat zag ik ook in dit geval van, ja, nou ja, weet je, hoe vaak word je voor zoiets gevraagd? En je weet niet of je het kunt. Maar als mensen dat in je zien, dat je het wellicht wel goed zou kunnen. Ja. Niet weten natuurlijk dat er 3 crisissen in 3 jaar zouden komen. Ja, dan heb ik ook wel zoiets van, dan wil ik die kans ook wel grijpen eigenlijk. Ja. Dus allerlei crisissen, maar eigenlijk voor jou als mens heeft het je ook wel heel veel gebracht eigenlijk. Ja, het heeft me heel sterk ontwikkeld. Ik denk dat ik in de afgelopen 3 jaar, en zeker dit jaar heb ik een groeispurt nog weer zelf doorgemaakt. Ja. Die misschien wel groter is dan in de afgelopen 5 tot 10 jaar bij elkaar. Dus daar ben ik, ondanks alle ellende, ik bedoel, ik had het liever niet gehad, want het is voor deze mensen verschrikkelijk en voor de sector echt dramatisch, maar het heeft mijzelf heel veel ook wel weer gebracht, ja. Ja. Het omgaan met de sector, om daar nog even op terug te komen. Het is een beetje misschien de kerstgedachte, maar een beetje oog hebben voor elkaar. Kijken wij nog genoeg om naar boeren, naar de sector aan zich? Nou, ik moet zeggen, eigenlijk willen de media dit jaar wel een compliment maken. Omdat toch, er zat een dip, 1,5 miljoen eieren per week minder na de uitzending Nieuwsuur. Maar dat was een dip van 2 weken. En toen zat eigenlijk de consumptie al snel weer op niveau. Dat toch eigenlijk het grote publiek, die boeren wel
als slachtoffer zag en ook snel het vertrouwen in die eieren wel weer terug had. Zien we genoeg naar boeren om, ja, ik weet het niet. Je hebt zoveel verhalen, hè? Ja. De verhalen over de slachthuizen afgelopen jaar. De verhalen over plofkippen die maar doorgaan. Allerlei. Ja, nou, het boeren is stigmatiseren. Vaak het wordt, een slecht het wordt heel erg geframed in een slecht daglicht. Er zijn natuurlijk NGO's, hè? Mm-hmm. Er zijn ja, partijen die voor bepaalde doelen staan. En ja, die zijn daar heel fanatiek in. Het is soms echt bij het extreme af. En daar kan de sector zich helemaal niet tegen wapenen. De sector kan bijvoorbeeld, mag helemaal niet geld bijeenbrengen om daar, ja, tenminste niet collectief, ja, dat mag op vrijwillige basis, maar om een stuk promotie te doen. Dus het is wel door het politieke klimaat, het wordt het boeren wel heel lastig gemaakt om dingen te doen, om daar een beeld tegenover te stellen. En dat vind ik wel heel erg jammer. Maar zit dat in de maatschappij, zit dat in de consument of zit dat in de politiek? Ik denk in alle drie, maar ook zeker het politieke klimaat. Als je kijkt dat België heeft al heel snel in de fipronilcrisis gezegd, we komen met een pakket steunmaatregelen. Die moesten nog akkoord krijgen van de Europese Commissie. Hebben ze gekregen. Inmiddels, ja. Inmiddels, 21,8 miljoen. Want dat was vaak het argument van Den Haag om te zeggen, we gaan niet de boeren steunen. Nee. Want dan is het staatssteun, ja, verkapte dat staatssteun. Mag niet, ja. En nu blijkt dat de Europese Commissie dat niet zo ziet. En toch blijft de Nederlandse overheid zeggen, ja, nee, maar dit is door een private organisatie ontstaan. En dat soort schade, dat compenseren wij nooit. En bovendien, de boeren hebben hier zelf schuld aan. Dus, wij dat zijn wordt niet vaak gezegd, hè? Ondernemersrisico. Ja. Dus een Barneveld's bedrijf, Chickfriend, die dus spullen levert om bladluis. Om uit bloedluis, eieren, bloedluis. Bloedluis uit eieren te halen. Ja. Daarvan wordt gezegd, van ja, dat is een dikke vette pech. Hoe pareer je dat argument? Ja, ik vind dit geen normaal ondernemersrisico. Als jij met een normale eierprijs voor een boer is 6,5 cent... hij is nu dan bijna dubbele, doordat er grote schaarste is. Want dat effect heb je ook als je 25% minder kippen aan de leg hebt. Ja, ik vind het, als je het met zulke kleine marges, want die 6,5 cent is geen winst, daar zit natuurlijk een heel stuk is kostprijs. Dus het is met tienden van centen moeten boeren het bijna verdienen tot een cent. Dan kun je niet verwachten dat iemand 400, 500.000 euro in één jaar als schade, maar als normaal ondernemersrisico moet zien. Ja. Productaansprakelijkheidsverzekeringen of de aansprakelijkheidsverzekeringen van boeren keren niet uit, want die zeggen, er is niemand ziek geworden, er is niemand dood gegaan. Ja, gelukkig zijn we met z'n allen heel erg blij om. Maar tijd voor een fonds? Tijd voor een noodfonds? Is ja, dat nee, het? We zijn natuurlijk over heel veel dingen aan het nadenken. En ook over verzekeringen toch, die ook dit soort zaken kunnen dekken. Ja. Omdat dit is gewoon voor een agrarisch ondernemer niet op te brengen. Hoeveel boeren zijn er nu nog uit jouw sector die een karige kerst hebben beleefd? Dat zijn er veel, want een hoop kunnen gelukkig weer draaien, maar zitten natuurlijk wel met de schade die ze al hebben opgelopen. Als ze vrije eierprijs hebben, sommige mensen hebben een contract, in ieder geval een contract met een afnemer, maar ook tegen een vaste prijs. Nou ja, dan lever je gelukkig weer, maar tegen die vaste prijs. Ja. En sommige die hebben een vrije eierprijs en die kunnen nu een stukje goed maken met de hoge eierprijs. Ja. En die lopen wel weer in, maar het is, ik denk dat veel mensen met een traan ook bij die kerstboom hebben gezeten en terugblikkend. En hopen dat 2018 veel beters voor hun gaat brengen. Ja, wat hoop jij voor 2018? Ja, voor deze mensen, maar ook voor jezelf? Ja, ik hoop voor de sector dat het rustig wordt. Dat we niet meer ellendig en vogelgriep en dit soort dingen. Dat we dit goed kunnen uitfaseren. En voor mezelf dat er balans tussen werk en privé komt. Want ik sta graag voor de boeren klaar. Maar mijn familie heeft wel, die heeft wel een hoge rekening betaald. Dit jaar wel op vakantie dus misschien? Ja, dat is wel mijn streven, ja. Zullen we daar maar op posten dan? Graag. Op een vakantie in 2018? Graag. Dank dat je hier wilde zijn. En, dank op dat 2018. Dank je wel. 2018. Proost. Dit waren ze, de terugblikken op 2017 vanuit het Openluchttheater hier in Hertme. Namens iedereen bij RTV Oost wens ik u een heel gelukkig nieuwjaar. Dag!